Hallo allemaal, ik ben Caroline. Ik ben bij Inagro verantwoordelijk voor al de projecten en proeven rond biologische veehouderij. En in deze presentatie zou ik jullie graag een overzichtje geven over wat er allemaal van ruwvoeronderzoek en ruwvoerproeven is gebeurd de afgelopen periode op Inagro en daar rond. Deze presentatie gaat eigenlijk voornamelijk gaan over klimaatrobuuste ruwvoergewassen. Dat is iets waar we afgelopen jaar heel veel op hebben ingezet. En ja, gezien de noodzaak zetten we daar dit jaar ook gewoon verder op in. Daarnaast hebben we vorig jaar ook wel veel gedaan rond mengteelten van graan en vlinderbloemige. Dat is iets dat Inagro eigenlijk al redelijk wat jaren opvolgt. En ook vorig jaar hebben we daar verschillende projecten en proeven rond uitgevoerd. Dus ik wil jullie daar ook graag de resultaten even van laten zien. Ik ga van start met onze sorghumproef die daar vorig jaar heeft aangelegen. Het was eigenlijk de bedoeling om het potentieel van sorghum als klimaatrobuust ruwvoergewas in kaart te brengen. We hadden gezien dat in droge jaren, waarin dat er ja, hittegolven zijn, dat de maïs soms echt wel bezwijkt onder de droogte en onder de hitte, waardoor dat de ruwvoeropbrengsten op melkveebedrijven eigenlijk wel echt in het gedrang komen. Sorghum zou daar eventueel een alternatief kunnen bieden, omdat dat een droogtetoleranter karakter heeft ten opzichte van maïs. En dat komt voornamelijk omdat dat dieper wortelt en een waslaag op zijn bladeren heeft, waardoor dat ook minder water verdampt. Verder heeft sorghum zowat dezelfde eigenschappen als maïs. De teelt op zich is vergelijkbaar, maar het heeft ook een gelijkaardige zetmeelafbreekbaarheid in de pens. Er is nog wel wat veredelingswerk nodig, maar er waren wel al enkele, of er zijn al enkele beloftevolle rassen op de markt die dat wij dan in proef hebben aangelegd. Van die rassenproef, dus hier heb ik de opbrengst uitgezet van alle rassen die dat we getest hebben. Dus we hebben in totaal 9 verschillende sorghumrassen geselecteerd en we hebben daar als referentie een maïsras naast gezet. Molenon, dat is een biologisch maïsras en dat is een dubbeldoelras. Dus dat leek mij wel een eerlijke vergelijking op te leveren naar sorghum toe. We zien ook dat dat hier significant het meeste heeft opgebracht tegenover de sorghumrassen, wat eigenlijk wel te verwachten was. Er is maar één ras dat er een soort van mee kan en dat is Matako. Matako is een structuurras van sorghum. Dat heb ik ook als een soort van referentie meegenomen, want al de andere rassen die dat we geselecteerd hebben zijn voornamelijk zetmeelrijke rassen. En bij sorghum is het zo dat je een onderscheid hebt tussen twee types, namelijk de zetmeeltypes en de structuurtypes. Dus qua structuurtypes is Matako de enige. En ja, je ziet die weerspiegeling hier echt wel goed. Dat heeft qua voederwaarde ook wel, qua opbrengst wel veel beter gedaan dan de andere rassen. Naar voederwaarde toe is dat een heel omgekeerd verhaal. Daar kom ik in de volgende dia op terug. We zien bijvoorbeeld het ras Lupus, dat significant het minste heeft opgeleverd. Daar hebben we ja, amper 12 ton droge stof van het veld gehaald. Dus hier zijn we bij de voederwaarde aanbeland. Ik heb hier van onder het maïsras in het geel gezet, ter referentie. Als we dan kijken naar dat ras Lupus, dat ik er juist liet zien als in dat heeft het minste opgebracht, dan zien we wel dat dat qua voederwaarde het echt wel veel beter heeft gedaan dan de andere sorghumrassen. Dat is eigenlijk het enige ras dat een klein beetje kan concurreren met maïs. We zien hier wel dat dat qua energie iets lager scoort nog altijd, maar DVE is eigenlijk vergelijkbaar. En qua zetmeelgehalte moet dat ook niet echt onderdoen. Zelfs qua ruw eiwitgehalte zit dat eigenlijk ruim hoger dan maïs. Als we dan ter referentie Matako bekijken, dus het ras dat qua opbrengst het beste scoorde, dat zit dan weer het laagste qua voederwaarde. Dus gelijk gezegd, dat is een structuurras, dus de structuurwaarde is daar ook veel hoger dan bij de andere sorghumrassen. Naar suikergehalte toe scoort dat hoger. En ja, ook ruwe celstofgehalte zit daar wel ruim hoger dan bij de andere rassen.
zetmeelgehalte heb ik hier nu geen kringetje rondgezet, maar dat kun je hier zien. Ja, dat is wel een aanzienlijk verschil tegenover maïs zeker en tegenover de andere sorghumrassen ook. Dus momenteel is het wel een klein beetje kiezen of delen tussen opbrengst of voederwaarde wat betreft sorghum. Maar er is zeker wel potentieel en we verwachten ook wel dat verdere veredeling ook wel ja, veel kan teweegbrengen. Dus ja, als ik dat dan een beetje samenvat in een conclusie, dan kunnen we zeggen dat het ras Matako, Dusormil HD100 en Nutrihoni een goede keuze zijn naar het aanbrengen van structuur in uw rantsoen. Maar als je echt wilt mikken op zoveel mogelijk energie daaruit halen, dan zou je beter voor Lupus, Nutrigrain of Fusion kiezen. Dus het is wel heel belangrijk van een doordachte rassenkeuze te maken als je met deze teelt aan de slag wilt. Verder wil ik hier ook nog bij zeggen dat we dit jaar ook opnieuw met sorghum aan de slag gaan. We leggen de beste rassen opnieuw in proef aan. En daarnaast nemen we ook een object mee waar dat we de mengteelt van maïs en sorghum gaan onderzoeken. Dus we gaan dat in een 80-20 verhouding inzaaien en eens kijken wat dat geeft. Naast de zoektocht naar meer klimaatrobuuste alternatieve gewassen, wou we ook eens kijken van hoe kan ik mijn grasland nu klimaatrobuuster maken. En we hebben daar eigenlijk voornamelijk gefocust op kruiden in uw mengsel. Wat is daar de bijdrage van naar bijvoorbeeld droogtetolerantie toe? De meerwaarde van luzernen hebben we ook in kaart proberen brengen. En aangezien dat die proef heeft aangelegen in zowel een droog als een heel nat jaar, hebben we daar eigenlijk ook wel verschillende inzichten kunnen uithalen. Dus het opbrengstpotentieel onder beide omstandigheden kunnen we daar ook uit afleiden. Heeft 2 jaren aangelegen en opgevolgd geweest. Eerst in een droog jaar, in 2022, en nadien in een heel nat jaar. Direct na zaai is er daar wel redelijk wat droogte op gekomen. Daar is ook wel wat onkruid in geschoten. En voornamelijk dat object hier met Esparsette heeft daar heel erg onder te lijden gehad. We hebben dat eigenlijk ook heel de periode meegenomen. Die Esparsette is er niet doorgekomen. We hebben daar eigenlijk heel veel onkruid geoogst. Die opbrengst is er nooit niet doorgekomen. Er zit er daar ook wel rietzwenggras bij in dat mengsel, maar dat was maar 5%. Dus dat was onvoldoende om daar nog iets van te maken. Dus ik ga daar een kruisje doorzetten. Daar moeten we eigenlijk niet naar kijken. Gemiddeld hebben we 10 tot 13 ton droge stof van een hectare gehaald in 2022. En we zagen eigenlijk dat de mengsels met luzerne het heel goed deden als het droog weer was. Als er veel luzerne in je mengsel zat, dan verzekerde dat eigenlijk echt wel uw opbrengst in droge periodes. We zien dan ook dat er significant hogere opbrengsten zijn met de mengsels waar dat er wel wat luzerne in zit, namelijk mengsel 5 hier en mengsel 7. Wat ik er ook nog ga bij vermelden, de eerste snede is gemist geweest. Dus dat is een soort van een schatting die dat we gemaakt hebben op basis van de snede van het jaar nadien. Dus dat is wel met een korrel zout te interpreteren. Resultaten van diezelfde proef, maar dan het jaar nadien. Dus ja, wat dat een heel nat jaar was, 2023. We hebben daar gemiddeld 14 tot 19 ton droge stof van een hectare gehaald. Wat dat we hier zagen, is waaruit de luzerne het heel goed deed in een droog jaar, die het eigenlijk heel moeilijk had bij nattigheid. Dus ja, die kwijnden eigenlijk echt een beetje weg. Wat dat dan wel weer opviel, is dat de andere componenten in uw mengsel dikwijls de overhand nemen en rietzwenggras is daar een hele sterke in. Hier zit er rietzwenggras bij uw luzerne mengsel bijgemengd en we zien dat die opbrengsten echt
ja, significant hoger liggen dan bij de andere mengsels. En dat was het geval, omdat in een rietzwinggras echt heel compenserend werkt. Waar dat de luzerne het liet afweten, heeft die rietzwenk het eigenlijk een beetje overgepakt. Dus dat duidt er eigenlijk wel op dat gecombineerde mengsels, dus mengsels waar dat er zowel luzerne als grassen als kruiden in zitten, ja, het meeste opbrengstgarantie geven bij onvoorspelbare weersomstandigheden. Zo, dus luzerne gecombineerd met Herbamax, er als beste uitkomen naar vemopbrengst per hectare. Dat scoort naar inhoud eigenlijk gemiddeld ten opzichte van andere mengsels. Bijvoorbeeld Saint-Cyr, het eerste object hier, is energierijker. Dat is een combinatie van verschillende energierijke grassen. Maar dat heeft het dan in opbrengst weer minder goed gedaan, waardoor dat eigenlijk niet per se als beste uit de vergelijking komt. Als we gaan kijken naar DVE-waarden, ja, dan zien we ook dat vijfde object er eigenlijk wel goed uitkomt. En ook de verschillende luzerne mengsels komen er mooi uit, omdat die dus veel opbrengst geleverd hebben. Ik heb hier nog eens uitgezet wat er juist in dat vijfde mengsel in zat. Want Herbamax, ik kan me voorstellen dat je daar niet zo heel veel mee weet. Dat mengsel bestond voor 60% uit luzerne, voor 15% uit klavers, 13% grassen en dat waren vijf verschillende soorten. En 10% kruiden, waaronder chicorij, smalle weegbree en esparset. Maar in realiteit was dat aandeel esparset eigenlijk verwaarloosbaar. Als jullie interesse hebben in de samenstelling van de andere mengsels, dan verwijs ik heel graag naar het verslag. Een andere locatie in Oost-Vlaanderen ingezaaid, redelijk gelijkaardig, maar hier hebben we weer gefocust op echt die luzernemengsels. Dus hier zat er nog meer luzerne in alle verschillende mengsels ingemengd. Het verschil daarbij is wel dat we deze proef pas in het voorjaar en redelijk laat in het voorjaar hebben ingezaaid. En vlak na inzaaiing is er daar eigenlijk direct die droogte opgeslagen, waardoor dat we echt wel hele lage opbrengsten hebben gehaald en er ook nergens een verschil is te zien. Dus qua 2022 valt er daar weinig te zeggen over die proef. Wat er wel opviel, is dat het jaar nadien al die mengsels wel redelijk mooi op het veld stonden. Ik heb hier nu geen foto toegevoegd, maar ze stonden er eigenlijk allemaal wel mooi bij. Ze zijn er allemaal mooi doorgekomen. En we hadden wel significante verschillen, als in hier kunnen we zien dat de mengsels met luzerne en rietzwinggras, net als in de vorige proef, het eigenlijk opvallend het beste gedaan hebben. Het verschil is dat er hier ook nog rode klaver zit bijgemengd. Maar het was wel echt die rietzwinggras dat de overhand nam wanneer dat de luzerne het moeilijk had door de nattigheid. Dus hier ongeveer dezelfde conclusies als bij de vorige proef. Op zoek gaan naar klimaatrobuuste ruwvoergewassen en ook zonnebloemen zouden we potentieel vertonen in dit opzicht. In samenwerking met Wim Govaerts en zijn collega's hebben we daarom een project rond het teelt van zonnebloemen opgezet. We willen in de eerste plaats kijken van kunnen we dat in het rantsoen integreren en wat doet dat dan naar melksamenstelling toe? Dus daarvoor hebben we eigenlijk gaan we op Inagro een rassenproef aanleggen met olierijke zonnebloemrassen, waar we dan ook voederwaarde van gaan laten analyseren. En er worden ook twee praktijkpercelen ingezaaid, waar dat de opbrengst van de zonnebloem ook in het rantsoen gaat geïntegreerd worden. En we gaan dan ook eens een keer kijken wat dat doet naar melksamenstelling toe. Verder vragen we ons ook af of dat het mogelijk is om zonnebloemen als tweede teelt te zetten na wintergranen. Dus als je in juni een GPS-teelt van wintergraan van je veld haalt, kun je dan op datzelfde veld nog een deftige teelt zonnebloemen oogsten.
Dus dat zijn onderzoeksvragen die dat we dit jaar hopen te beantwoorden en waarvan ik nog geen resultaten kan delen, maar die dat er dan wel zitten aan te komen. Bij de opbrengsten van de mengteeltproeven. In kader van een project hebben we verschillende jaren mengteeltproeven aangelegd voor pluimveevoeding. En ik heb eens een keer al de resultaten dat er daaruit gekomen zijn een hoop gesmeten om daar gemiddelden uit te trekken. En wat we hier kunnen zien is dat de teelten met veldbonen wel gemiddeld de hoogste korreltopbrengst hebben opgebracht ten opzichte van de teelten met erwt. We konden ook zien dat algemeen gezien de combinatie met veldboon uit een hoger percentage pulvrucht bestond ten opzichte van een teelt met erwten. Die sterretjes die geven hier weer hoeveel jaren dat die verschillende combinaties hebben aangelegen. De combinatie tarwe-erwt hebben we maar 1 jaar geprobeerd. Dat was eigenlijk iets bijkomstig dat we eens een keer mee aan het experimenteren zijn geweest. Het eerste jaar van opvolging, dat was 2020-2021, zijn er een heel aantal proeven letterlijk in het water gevallen. Waardoor dat we toen alleen triticale veldboon hebben kunnen oogsten. Dus vandaar hier ook dat dat 3 jaar is opgevolgd geweest, waar dat die andere teelten er maar 2 of 1 jaar zijn opgevolgd geweest. Wat ik juist zei van die combinatie met veldboon en dat hoger percentage aan pulvruchten, dat weerspiegelt zijn eigen ook in het ruw eiwitgehalte van uw mengsel. Dus we hebben van al die mengsels ook het ruw eiwitgehalte bepaald. En we zien dan wel dat we daar echt wel het hoogste zitten met een teelt van tarwe veldboon en ook met een teelt van triticale veldboon. Vooral in 2022-2023 konden we eigenlijk heel veel vlinderbloemige oogsten. En een teelt van veldboon en tarwe die bestond toen ook voor ruim 80% uit veldbonen, wat uw ruw eiwitgehalte natuurlijk wel heel fel omhoog trekt. Voor erwtegerst is dat hier natuurlijk een ander beeld. We moeten wel zeggen dat die erwten niet altijd even goed gelukt zijn. Die teelt bestond eigenlijk voornamelijk uit graan, waardoor dat je eiwitgehalte sowieso lager ligt. En verder heeft gerst ook een lager ruw eiwitgehalte ten opzichte van triticale en tarwe. Dus naar eiwit toe heeft die teelt niet goed gescoord. Gelijkaardige grafieken opgesteld als dat er hier te zien is. Dus deze is voor triticale en veldbonen. We hebben hier altijd verschillende zaaidosissen getest gehad en ook verschillende rassen. Hier kunnen we bijvoorbeeld zien dat het ras Nebraska, dus dat zijn deze grafiekjes hier, dat die verschuiving eigenlijk anders is. Dat er in die teelt wordt er meer graan geoogst ten opzichte van uw eiwitgewas, waar dat het met de combinatie met tundra eigenlijk andersom is. Wat dat er hier niet uitkomt en wat dat er eigenlijk nergens uitgekomen is, is een significant verschil tussen zaaidosissen. Soms zien we daar wel trends, maar we kunnen eigenlijk algemeen concluderen dat een hogere zaaidosis niet altijd leidt tot hogere opbrengsten. En om de cijfers te behalen die dat we in de proeven gemiddeld behaald hebben, dus de voorgaande cijfers die dat ik heb laten zien, kunnen we eigenlijk concluderen dat een dosis van 20 zaden vierkante meter voor veldbonen, 35 voor erwten en 185 voor het graan voldoende is. Dus dat zijn de laagste dosissen die dat wij gebruikt hebben. Wij hebben hier 185 vergeleken met 250 en 20 zaden veldbonen vergeleken met 30 zaden de vierkante meter. Maar die laagste dosissen lijken dus algemeen wel voldoende te zijn. Wat er ook opviel is dat de verhoudingen graan ten opzichte van vlinderbloemigen sterk variëren van jaar tot jaar. Dat is ook iets dat we al eerder gezien hadden en dat we in een ander project eens hebben proberen onderzoeken. Maar daar kom ik later in de presentatie op terug. Verder hebben we verschillende rassen in de proeven aangelegd.
We kunnen daar ook niet echt een algemeen significant beeld tussen zien, want de opbrengst van uw ras varieert ook heel hard naar gelang uw mengpartner. Dus we zien niet iedere keer hetzelfde beeld, dus het is heel moeilijk om uitspraken te doen welk ras dat er nu meer opbrengt dan een ander ras. Het is echt afhankelijk van enerzijds uw jaar en anderzijds uw mengpartner. Dus gaan kijken naar de invloed van bemesting en anderzijds ook naar de invloed van een rhizobiumpreparaat. Ik ga misschien eens beginnen met de invloed van een rhizobiumpreparaat, want daar hebben we eigenlijk weinig gevonden. We hebben twee verschillende preparaten getest. Ik heb die hier RI1 en RI2 genoemd. En blank wil zeggen dat het geen rhizobium heeft ontvangen. Maar daar is er daar eigenlijk nergens verschil tussen te zien. Verder zien we wel verschillen van bemesting. N0 wil zeggen geen bemesting en N1 één fractie of N2 twee fracties. We hebben per fractie 30 eenheden OPF op het veld gevoerd. En hier zien we wel duidelijk het lichtgroene vertegenwoordigt uw graan. We zien hier wel duidelijk een meeropbrengst van het graan als je twee fracties voert. Voor triticale oogsten we ongeveer 1,2 ton per hectare. Meer als we twee fracties bemesting voeren en voor gerst was dat 1,6 ton per hectare. En we zien hier in deze proef eigenlijk geen verschillen naar de opbrengst van uw peulvruchten. We hebben ook gekeken naar de gewasontwikkeling en ook de kleur van het gewas, de lengte en de aarlengte zelf waren beter bij de bemeste plotjes. Ik had het daar juist al even kort aangehaald, maar we zijn ook eens gaan kijken naar wat dat praktijkpercelen mengteelten nu eigenlijk juist opbrengen, wat dat daar de variatie in is. En de bedoeling was eigenlijk om in kaart te brengen van die grote variatie die dat er daar is in opbrengsten. Hoe komt dat dan eigenlijk juist? Hoe hebben we dat nu juist aangepakt? We hebben in totaal 80 percelen mengteelten opgevolgd, verspreid over 2 jaar. Dus in het eerste jaar, dat was 2021-2022, hebben we 27 percelen wintermengteelten opgevolgd. De gearceerde balkjes die dat je hier ziet zijn de mengteelten met erwt en de even balkjes zijn de mengteelten met veldbonen. We zien hier al een heel grote variatie per perceel. En de lettertjes hier die geven eigenlijk de landbouwer weer. Dus we kunnen hier ook al zien dat, hoewel de percelen onder het beheer zijn van de verschillende van dezelfde landbouwer, bijvoorbeeld bij boer B hier, zit er daar toch een grote variatie op. Bijvoorbeeld hier op perceel 5 zijn er eigenlijk nagenoeg geen veldbonen geoogst tegenover perceel 4. Ja, is er wel een groot aandeel veldbonen. Ik kan u niet van buiten zeggen of dat ook verschillende zaaidichtheden zijn gebruikt of andere rassen. Maar los daarvan zien we dat niet altijd de verklarende factor is. Dus dat is iets dat we wel in kaart wou brengen van ja, wat ligt er nu aan die oorzaak daarvan? Deze dia geeft de opbrengstresultaten van het jaar nadien weer. Dus in totaal hebben we nagenoeg 80 percelen mengteelten in praktijk opgevolgd. En ook hier zien we datzelfde beeld. Hier zien we ook dat er heel veel variatie is in opbrengst, zowel tussen boeren als bij boeren binnen percelen onderling. Hoe zijn we daarbij nu te werk gegaan? Wel, naast dat we van die 80 praktijkpercelen de opbrengst hebben bepaald, zijn we ook eens gaan kijken wat is de achtergrondinfo per perceel nu. Dus we zijn eigenlijk alle informatie waarvan we vermoeden dat het misschien een verklarende factor zou kunnen zijn voor de opbrengstvariatie gaan opvragen. Een voorbeeld daarvan is de teeltrotatie. We zijn tot 5 jaar terug nagegaan welke teelten dat er op dat perceel hebben gestaan, of dat er daar wel of niet een vlinderbloemige bij zat. Een andere factor waarvan we dachten dat het misschien invloed zou hebben
op uw opbrengst is bemesting. Dus we hebben eigenlijk alle percelen eens een keer onder de loep genomen. Welke zijn bemest geweest en welke niet? Welke boer heeft er geploegd en welke niet? Welke rassen zijn er ingezaaid geweest? Aan welke zaaidichtheden? En al dat soort informatie hebben we verzameld. Wat kun je hier nu op die figuurtjes zien? Wel, we hebben eigenlijk al die data op één grote hoop gesmeten en gekoppeld aan de opbrengst van dat perceel. Helaas is er hier weinig uitgekomen. Dus ja, deze rommelige figuurtjes, zal ik het maar noemen, geven eigenlijk weer dat er daar heel weinig verband tussen te zien is. We hebben eigenlijk heel veel statistische testen gedaan, maar daar is nergens echt iets naar voren gekomen als in dat gaat nu een verklarende factor zijn. De statistische toets die dat er als het meest geschikt naar voren kwam, was multiple regression analysis. We hebben hier eigenlijk maar 72 percelen kunnen gebruiken, omdat er geen ontbrekende waarden mogelijk zijn bij die analyse. En er waren een aantal percelen waar dat we niet alle informatie konden inwinnen. Er zijn er daar een aantal variabelen voorzichtig naar voren gekomen, als in dat ze invloed hebben op enerzijds de peulvruchtopbrengst en anderzijds de graanopbrengst. Nu, het was wel zo, als we dan één op één gingen vergelijken met een opbrengst en die factor, dat die significantie wel weg was. Nu, het geeft wel een aantal inzichten en daar wil ik met jullie even heel snel doorlopen. Als we eens gingen kijken naar de invloed van gewas- en rassenkeuze, als we gingen kijken naar de keuze tussen veldwoon enerzijds of erhout anderzijds, dan zagen we dat er eigenlijk een lagere totaalopbrengst was met veldwonen ten opzichte van erhouten. En dat was voornamelijk het geval in 2021-2022. Verder zagen we ook dat de mengteelt met veldbonen in 2023, dus we kijken dan naar hier, dat die eigenlijk ruim een ton meer droge stof per hectare eiwitgewas heeft opgebracht dan als gemengd met erhouten. En dan ook eens gaan kijken naar de invloed van uw rassenkeuze, want dat is natuurlijk ook wel interessant. Maar daar zijn we al redelijk snel tot de conclusie gekomen dat we daar eigenlijk niks over kunnen zeggen, aangezien dat er simpelweg te veel verschillende rassen waren ingezaaid op die praktijkpercelen. Vaak ook te weinig herhalingen met éénzelfde ras. En dan zit je natuurlijk ook nog met die mengteelt, waardoor dat éénzelfde ras misschien gecombineerd wordt met een andere graansoort of een graanras. Waardoor je variatie nog groter wordt. Dus ja, dat geeft een heel grote foutmarge en daar valt eigenlijk niks van te zeggen. Bodemsoort was ook een factor die dat voorzichtig naar voren kwam, als dat die misschien invloed zou hebben op de opbrengst van uw peulvruchtgewas. Dus we zijn eens een keer gaan kijken. Van alle percelen hebben we de bodemsoort in kaart gebracht. Dus we hebben de opbrengst of de gemiddelde opbrengst van uw percelen per bodemsoort uitgezet. En dan krijgen we eigenlijk volgend grafiekje te zien. Zandgrond waren er maar twee percelen, dus daar kunnen we eigenlijk niet veel van zeggen. Wat we wel zien is dat we hogere opbrengsten hebben van veldbonen. Dus dat is dan deze grafiek. Als we kijken naar zware grond, dus kleigrond, ten opzichte van zand- of zandleemgrond, hebben we hier wel een hogere opbrengst. En bij erhouten hebben we dan weer meer succes met zandleemgronden ten opzichte van kleigronden. Zanding is ook iets dat uit de analyse naar voren kwam. We hebben eens gaan kijken naar boeren die dat bemest hebben versus de boeren die dat niet bemest hebben. En we zien dat de niet bemeste percelen een lagere totaalopbrengst hadden, omdat er daar minder graanaandeel is. Maar die brachten gemiddeld gezien wel een ton peulvruchten meer op. Dus uw verhouding graan-eiwit, dat shift wel echt bij bemesting. Uw graanfractie wordt dus groter als je ook stikstof op je veld voert. Dat zagen we inderdaad ook in die gerichte bemestingsproef die dat ik voordien besproken heb. Nu, of dat dan bemesting nefast is voor je percentage eiwitteelt, ja of nee,
Hier lijkt van wel, maar die resultaten zijn niet significant en spreken een beetje die vorige proef tegen. Vermoedelijk is het ook heel belangrijk wanneer dat je je bemesting uitvoert. Als je je bemesting op het optimale moment uitvoert en je graan kan direct alle stikstof opnemen, waardoor dat je eiwitgewas er eigenlijk niet veel kans heeft om er hinder van te ondervinden, gaat dat waarschijnlijk ook een grote rol spelen. Dus dat is iets dat eigenlijk nog verder uitgezocht moet worden. We zijn ook eens naar bodemmineralen gaan kijken. We hebben van die 80 percelen allemaal bodemstalen genomen en kalium en magnesium kwamen daar als het meest invloedrijk naar voren. Maar als we dat één op één vergelijken, ja, dan zien we al aan die grafieken hier dat er daar eigenlijk geen verband in zit. Dus ja, die invloed daarvan hebben we zeker niet kunnen aantonen. Misschien is daar iets, misschien ook niet. Daar moet eigenlijk ook meer gericht onderzoek voor gebeuren. Ook naar bodembewerking toe zijn we eens gaan kijken of dat verschillen maakt als je dat ten opzichte van elkaar uitzet. Dus kerende bodembewerking ja of nee. Dan zien we wel dat er een veldbonenopbrengst van ruim een ton hoger is op niet geploegde percelen. En bij erwten is dat zelfs 1,5 ton. Nu, dat is ook niet significant en er zit wel een redelijke spreiding op. Dus we kunnen onszelf de vraag stellen of dat er nadelige effecten zijn van ploegen op uw peulvruchtenopbrengst. Misschien omdat uw bodemstructuur verdicht wordt of misschien een verlies aan organische koolstof. Maar ook daar kunnen we geen sluitende conclusie vormen. Ook zaaidiepte kwam uit de overkoepelende analyse als significant naar voren. Als we dat dan eens meer in detail gaan bekijken, ja, dan zien we dat er wel heel veel verschillende dieptes zijn toegepast geweest. Verder zijn er ook veel nevenfactoren. Bijvoorbeeld uw bodemsoort gaat ook wel een verschil maken op uw zaaidiepte. En ja, verder wijkt dat in praktijk ook nogal veel af van theorie, doordat je bijvoorbeeld een hobbelig veldoppervlak hebt en hier en daar misschien zelfs op het oppervlak zaait in plaats van in de bodem. Dus we hebben ook eens een keer gevraagd van ja, zijn uw teelten, dus uw peulvruchtengewas en uw graangewas, op dezelfde diepte gezaaid of niet? En die heb ik dan eens een keer tegenover elkaar uitgezet. En dan zien we eigenlijk ook geen verschil. Dus ja, je kunt u wel in vraag stellen of dat er misschien een voordeel is van in twee bewegingen te zaaien of niet. Misschien kunnen de extra kosten of het werk een beetje in twijfel getrokken worden. Maar dat is dus ook iets waar dat ik geen sluitend antwoord op kan bieden. Wij hadden zelf redelijk hoge verwachtingen van de factor teeltrotatie. We dachten dat er echt wel een invloed zou zijn van uw verschillende voorteelten. Nu, dat waren er wel heel veel, waardoor dat we die dataset een beetje hebben moeten versimpelen. En op den duur hebben we dat zo ver moeten versimpelen dat we het gewoon hebben ingedeeld op was het een vlinderbloemige voorteelt, ja of nee. Maar ook daar hebben we geen verband gevonden. Dus ja, de invloed van teeltrotatie is in deze studie niet achterhaald. Wat is nu de conclusie van heel dit verhaal? We hebben eigenlijk ja, louter trends en indicaties gevonden. We kunnen daar zeker geen sluitende conclusies rond vormen. Ik zou jullie heel graag willen vertellen van dit of dat is nu een factor waar dat je aandacht aan moet besteden, want dat gaat ervoor zorgen dat je veel of weinig veldbonen of erwten oogst. Maar daar kan ik jammer genoeg geen antwoord op bieden. Dus die studie dat we hier gedaan hebben, die moet echt wel benaderd worden als een soort van verkennende veldstudie, om nadien gerichter op zoek te gaan naar wat dat eventueel de invloed zou kunnen zijn. Ik denk dan aan de invloed van ploegen of bijvoorbeeld niet-kerende bodembewerking op uw eiwitgewasopbrengst. En dan wil ik graag afsluiten met te vertellen dat we ook dit jaar opnieuw mengteelten hebben aanliggen. In contrast met voorgaande jaren
hebben we hier de combinatie met zomergranen en eiwitteelten aanliggen. Om de simpele reden dat we vorig najaar, met dat het zo nat was, niet hebben kunnen inzaaien. En op den duur was het eigenlijk te laat om die wintergranen in te zaaien. Dus we dachten, we moeten misschien maar eens proberen van zomergraan te mengen met de eiwitteelten die dat we voorzien hadden. Dus die resultaten daarvan die komen er deze najaar aan. En moesten jullie die combinatie graag op het veld zien staan, dan zijn jullie heel welkom op onze Bioveldag binnenkort. Voilà, dat brengt mij bij het einde van deze presentatie. Dank u wel. Indien dat er tijdens deze opname vragen of opmerkingen bij opgekomen zijn, aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen. Ik heb mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer hier op de slides toegevoegd. Ook suggesties voor bijkomend onderzoek zijn altijd welkom. Daar leren we allemaal van bij.